Ludi. Welkom. Goed dat jullie er zijn. Een select gezelschap meldde zich woensdagavond bij het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Het waren de spelers van Nijmegen The Game, die alle mysterieuze aanwijzingen van de afgelopen maanden hadden opgevolgd en zo in de Marienburgkapel terechtkwamen. Het is een beetje geheimzinnig gegaan en dat zal het ook blijven gaan. Hier en daar zijn kranten, artikeltjes verschenen. Er hebben in december 40 sloten door de stad heen gehangen en mensen die hadden gevonden, die zijn bij The Game betrokken. Via, wat filmpjes online, wat social media. Zo gaat het groeien, hoop ik. Nou, het begon allemaal heel veel maanden geleden eigenlijk. Toen waren de kokers verstopt in Nijmegen. En daar stond een code in. We moesten op den duur naar het Kronenburgerpark. Daar hebben we een heel middeleeuws diner gehad. En als ik dat mag vertellen, een geheime houten munt. Na een heleboel clues en dingen zijn we hier terechtgekomen. En nu zijn we bezig om, ik geloof, de wereld te redden door van Nijmegen de stad van de vrede te maken. Ja, spannend. Beetje mysterieus ook. Ik ben benieuwd wat er nog meer gaat komen eigenlijk. Of wat onze rol als spelers ook gaat zijn. Het is een game die gaat over Nijmegen als stad en over de geschiedenis van Nijmegen. Ik heb ooit een escape room gebouwd die ging over de periode Market Garden in Nijmegen. En ik merkte dat als mensen de geschiedenis van een plek kennen, dan gaan ze er in het hier en nu gewoon leuker en liefdevoller mee om. Dus de game die gaat over de geschiedenis van Nijmegen. En ik weet zeker dat je daardoor in het hier en nu anders naar de stad gaat kijken. Ja, nou, ik hou heel veel van puzzels en spellen en dingen. Ik ben zelf ook spellenmaker van beroep, dus dan moet ik erbij zijn. En ja, om dan mee te doen met een soort real-life escape room, dat is fantastisch. Ja. Het wordt een groot avontuur. Daar kan ik natuurlijk niet al te veel over zeggen. Wat ik zeker weet is dat het in november gelukt moet zijn. En in de tussentijd kunnen mensen altijd blijven aanhaken. Je hoeft niet de eerste twee levels gespeeld te hebben. Je kan steeds opnieuw instromen. Maar er zullen een hoop opdrachten, noodkreten en schreeuwen om hulp geventileerd worden de komende periode.